De coalitiepartijen VVD-CDA en gedoogpartner PVV willen de bezuiniging op Defensie aanpassen om onder meer 5 Cougar-helikopters van Geelse Rijen in bedrijf te kunnen houden. De 3 partijen blijven achter de 1 miljard bezuinigingen staan die minister Hans Hille heeft opgelegd. Maar voor ongeveer 40 miljoen euro willen de partijen de plannen enigszins aanpassen. Zo moeten 2 patrouilleschepen in bedrijf blijven en het CDA wil in ieder geval tot 2017 5 Cougars in de lucht houden. Na de aankondiging van de bezuinigingsmaatregelen werd duidelijk dat 14 van de 17 helikopters aan de grond zouden blijven. De komende tijd blijven er dus nog 8 rondvliegen.